Durf te falen. In deze video gaan we het hebben over falen. Mijn naam is Pim Jansen. Mijn missie in het leven is om zoveel mogelijk mensen te inspireren. Om meer uit hun leven te halen. Om meer vrijheid, geluk, liefde, meer passie te ervaren in hun leven. En in deze video gaan we het hebben over falen. Want ik spreek zo vaak mensen die graag iets willen in hun leven. Die een bepaalde droom hebben of een bepaald doel hebben waarvan ze zeggen: hey, ik zou graag mijn eigen bedrijf willen starten. Of ik zou graag aan dit project willen werken. Of ik zou graag mijn passie willen volgen. Ik zou graag muziek willen maken en misschien optredens willen doen. Of ik zou graag tekeningen willen maken of verhalen willen schrijven. Ik zou graag een boek willen schrijven. Maar wat als het niet lukt? Wat als het faalt? En waarom is het zo belangrijk juist om te falen? Kijk, we hebben allemaal een bepaalde associatie dat falen staat gelijk aan pijn. Falen is hetgene wat we niet willen. Want als we falen, ja, dan gaan we af in de ogen van de mensen om ons heen. En als we teruggaan naar de evolutie, 20.000 jaar geleden, toen we allemaal met een knots of een speer in onze hand liepen. Als we faalden, ja, dan betekende dat we stierven. Als we faalden binnen de groep en een actie deden of een initiatief namen waar de rest het niet mee eens was, dan kwam het alfamannetje van de groep met een knots, die sloeg je op je hoofd en dan was je er geweest. Dus we hebben een soort van instinctieve angst om te falen. We hebben allemaal ergens van binnen een bepaalde drang om aardig gevonden te worden door andere mensen en niet af te gaan in de ogen van andere mensen. Maar hier is de ironie. Om jouw doel te bereiken, heb je waarschijnlijk te falen. Want de mensen die het meest succesvol zijn in het leven, zijn over het algemeen het meest gefaald. En natuurlijk zijn er bepaalde elementen van falen die je graag zou willen vermijden. Ja, het zou lullig zijn als je een dokter bent en je moet of een chirurg bent en je moet een open hartoperatie doen. En je faalt daarin, hè, dan kan er een leven in je handen liggen wat daardoor dus niet meer een leven is daarna. Als je als ouder je opvoeding van je kind, als je faalt voor je gevoel in de opvoeding van je kind, dat is nogal wat. He, dus natuurlijk zijn er bepaalde grote delen van ons leven waar we falen willen vermijden. Maar hier is de paradox. Om de grote dingen in ons leven te vermijden dat we daarin falen, hebben we heel vaak op korte termijn juist heel veel te falen. Wat bedoel ik daarmee? Stel je hebt je eigen onderneming. Het ergste wat er kan gebeuren met een onderneming is dat je failliet gaat. He, dan zou je kunnen zeggen dat de onderneming gefaald is. En dat is een serieus iets. Dat doet voor jezelf gigantisch veel pijn en voor de mensen om je heen gigantisch veel pijn. Dat wil je kosten tot kost, wil je dat vermijden. Maar om dat te vermijden en dus je bedrijf op een succesvolle manier neer te zetten, heb je misschien wel heel vaak te falen. Heb je wel misschien wel heel vaak naar klanten uit te reiken die vervolgens geen behoefte hebben aan wat je doet. Of heb je misschien wel heel veel promotie te doen, heel veel video's te maken bijvoorbeeld, die door niemand bekeken worden. Die voor je gevoel falen. Maar wat is hier de ironie? Dat hoe meer je daarin faalt, hoe meer stepping stones je als het ware hebt om je doel te bereiken. Zodat op het moment dat je groeit, de kans op falen minder is. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik heb inmiddels ongeveer 1000 van dit soort video's gemaakt op mijn vorige kanaal, op dit YouTube kanaal. Alle online producten die ik heb gemaakt. Ik ben de afgelopen 8 jaar van mijn leven voor een heel groot deel bezig geweest met het maken van video. Het doen van presentaties. Dat maakt dat als ik nu een bepaald niveau van succes in mijn leven bereik, dat ik minder snel geneigd ben om te falen wanneer ik een presentatie geef. Zelfs als iemand me random opbelt en vraagt: hey Pim, zou je een presentatie kunnen geven? Zou ik waarschijnlijk zeggen: ja, sure, ga ik doen. Waarom? Omdat ik er al ontzettend veel in gefaald ben. Omdat ik al 1000 keren gefaald ben daarin, waardoor ik weet dat de kans van falen nu veel kleiner is geworden. En daarin is het woord falen is eigenlijk heel ironisch. In NLP zeggen we altijd: er bestaat geen falen, er bestaat alleen feedback. Want iedere keer dat het niet lukt, iedere keer dat je een video maakt die niet bekeken wordt, of iedere keer dat je naar klanten uitreikt en ze geen interesse hebben, of iedere keer dat je op de man of de vrouw van je dromen afstapt om contact te maken en die persoon heeft geen interesse in je, dat zou je kunnen zien als een moment van falen. Terwijl je zou het ook kunnen zien als een moment waarop je leert. Een moment waarop je groeit. En hoe meer van dat soort momenten je hebt waar je op korte termijn het gevoel hebt dat je gefaald bent,
hoe meer je op de lange termijn uiteindelijk je dromen en doelen kan gaan bereiken. Want je dromen en doelen bereiken is niet een doorbraakmoment waar alles ineens samenkomt, waar de hemel en de maan en de zon in één lijn staan en ineens het succes je gegund wordt. En je ineens de kans op je bord gekregen krijgt. Nee, succes bereiken is 9 van de 10 keer gewoon ontzettend vaak falen, tot je het spelletje zo goed doorhebt dat je alle mogelijke manieren weet waarop je kan falen en weet van oké, dit is echt de enige manier waarop het wel goed gaat. En al die andere keren heb ik al een keer geprobeerd en ik ben al hier, ben ik op mijn smoel gegaan en hier ben ik op mijn smoel gegaan. Dit is the way to go. En dan weet je ook, dan heb je ook het zelfvertrouwen van hey, wat er ook gebeurt, het komt wel goed. Ik weet dat ik dit aan kan, want ik heb het al vaak genoeg gedaan. Dus uiteindelijk ervaring is in mijn ogen de werkelijke sleutel tot succes. En daarin betekent het dus dat als je op de korte termijn voor je gevoel faalt, wat in werkelijkheid enkel en alleen maar feedback is, zal je in de lange termijn meer succes bereiken. Als je in de opvoeding van je kind in korte termijn fouten maakt en toegeeft dat je fouten maakt en die fouten herstelt, zal je op de lange termijn een goede opvoeding hebben. Zal je op de lange termijn je kind het beste geven van wat je wilt. We zijn allemaal niet perfect, maar je zal de beste intentie daarin neer kunnen zetten. Als je in je onderneming genoeg dingen probeert, genoeg strategieën uittest en genoeg volhoudt en blijft durven te falen, maak je de kans zo groot mogelijk dat je onderneming zijn doelen behaalt. En dat je inderdaad groter wordt, groeit en steeds succesvoller wordt. Als je in een relatie vaak genoeg fouten maakt en je fouten toegeeft en durft te groeien, je fouten durft toe te geven, durft te erkennen waar je nog ruimte hebt voor groei. Of als je nog geen relatie hebt en je zegt, hey, ik durf met verschillende mensen in contact te komen en ik durf ze nu dan mijn hart op tafel te leggen en ik durf daarin te falen, maak je de kans zo groot mogelijk dat je iemand gaat ontmoeten en uiteindelijk een hele fijne relatie hebt. Dus falen is vaak de sleutel tot succes. Je wil falen, je wil alleen niet falen in zulke grote dingen van het leven dat het je de mogelijkheid kost om het opnieuw te proberen. Zolang je het altijd opnieuw kan proberen, is er geen enkele reden om je slecht te voelen. Alles wat je in één keer opnieuw kan proberen, daarin heb je volledig nog een kans om het nog een keer te doen. Dus alles in je leven waar je het gevoel hebt van, hey, ik zou hierin kunnen falen, als het geen consequenties, geen heftige consequenties heeft voor andere mensen, en als je het opnieuw kan proberen, dan bestaat falen niet. Dan is het simpelweg een leermoment. Simpelweg een kans om te groeien. Goed. Dat was het voor deze video. Als je deze video waardevol vindt, denk eraan om even te abonneren op dit YouTube kanaal en op de like button te klikken. Dan kijk ik er naar uit om jou in de volgende video weer terug te zien. Tot dan!